Yo beste mensen, bedankt voor het kijken naar een nieuwe video van Norden Rij Het Wijst. In deze video gaan we het hebben over je praktijkexamen. Alles wat je vanaf het begin tot einde kunt verwachten. Heb jij binnenkort je praktijkexamen? Vergeet de video dan niet te liken en abonneer op onze YouTube kanaal. Vergeet de video ook niet te delen met je vrienden, vooral als ze binnenkort hun praktijkexamen hebben. En als je dat allemaal hebt gedaan, laten we dan gelijk beginnen. Nou, het autopraktijkexamen duurt in totaal 55 minuten. En je praktijkexamen heb ik in 3 delen verdeeld. Voor het examen, tijdens het examen en je uitslag. En trouwens, niet schrikken dames en heren, het rijden zelf duurt maar 35 minuten. Maar alles bij elkaar opgeteld 55 minuten. Nou, voor je examens heb je een aantal dingen nodig. De uitnodigingsbewijs voor je examens, een ID-kaart en een zelfreflectieformulier. Je moet natuurlijk ook geslaagd zijn voor je theorie-examen. Anders kan je niet op praktijkexamen gaan. Ben je nog steeds niet geslaagd voor je theorie-examen? Neem dan een kijkje op onze website. Onze online theoriecursus bestaat uit alle belangrijke onderwerpen en examenvragen van het CBR. Link in de bio. Nou, op het parkeerterrein van het CBR moet je op een afstand van ongeveer 25 meter een kenteken kunnen lezen van een geparkeerde auto. Daarna krijg je een aantal vragen over je voertuig zelf. Dat kunnen vragen zijn over de dashboardlampjes of misschien moet je wel de motorkap openen. En dan krijg je een aantal vragen over de vloeistoffen. Nou, als jij een tussentijdse toets hebt gedaan, dan krijg je meestal een vrijstelling op de bijzondere verrichtingen. Dat betekent dat je dan tijdens het examen geen bijzondere verrichtingen krijgt. Nou, tijdens de rit krijg je voor het grootste deel aanwijzingen van de examinator. Dus hij vertelt je precies waar je naartoe moet rijden. Je moet ook een stukje op de navigatie kunnen rijden. Rechts afslaan en daarna de snelweg op en ja, Rij Het Wijst is de beste. Nou, de examinator kijkt vooral of je veilig en zelfstandig kunt rijden. Maar hij kijkt ook natuurlijk naar je voertuigbeheersing, kijkgedrag en hoe je voorrang verleent. Nou, na de rit krijg je in het examencentrum direct te horen of je wel of niet geslaagd bent. Dat krijg je dus niet in de auto te weten. Ben je geslaagd? Super, gefeliciteerd. Dan kan je na je examendag je rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Heb je iets aan deze video gehad? Vergeet dan niet te abonneren, te liken. Deel deze video met je vrienden en dan zie ik jullie weer in de volgende video. Rij Het Wijst is de snelst groeiende, beste, goedkoopste, voordeligste, betaalbaarste online theoriecursus van Nederland en België over land en zee.